Waar is Willem? Een puzzeltocht op het eiland van Dordrecht. Volg Willem en beantwoord zijn vraag. Ja, dames en heren, en alweer welkom bij de 8e aflevering van Waar is Willem? Met vandaag weer heel veel inzendingen. Heel veel fouten ook. Sommigen die dachten, goh, hij is weer in de Zakkendragerstraat. Maar het was, even grabbelen. Het was de Haringstraat. En wie heeft het gewonnen? David Lee. Die heeft het gewonnen. Met een heel leuk briefje erbij van dat ik daar geweest. En dat ik vlak bij zijn ouders was. En die hebben daar een cafetaria. En misschien kunnen jullie het wel. Dat is de neushoorn. En dan kun je waarschijnlijk hele lekkere patat halen. Dus misschien kom ik daar eens een keertje langs. En gefeliciteerd met die leuke VVV-bon daar. En dan hoor ik eigenlijk te zeggen van ik ga nu op pad. Maar het is het Merwesteinpark en hij mag niet fietsen. Dus ik ga een stukje lopen. Waar is Willem? Een puzzeltocht op het eiland van Dordrecht. Volg Willem en beantwoord zijn vraag. Denkt u te weten waar ik uitkom? Dan kunt u dat mailen naar www.rtvdordrecht.nl. En mail snel en win die prachtige VVV-bon. Ik sta voor het rode licht te wachten. Hij is goed. Waar is Willem? Een puzzeltocht op het eiland van Dordrecht. Volg Willem en beantwoord zijn vraag. Denkt u te weten waar ik nu terecht ben gekomen? Dan kunt u dat mailen naar www.apenstaartje.rtvdordrecht.nl. En dan wint u een prachtige VVV-bon.
Waar is Willem? Een puzzeltocht op het eiland van Dordrecht. Volg Willem en beantwoord zijn vraag. Denkt u te weten waar ik terecht ben gekomen? Dan kunt u dat mailen naar www.apenstaartje.rtvdordrecht.nl. En win die prachtige VVV-bon. Altijd hartstikke leuk. Ja, daar ben ik weer, mensen. Het was weer een hele mooie rit. En denkt u te weten waar ik nu terecht ben gekomen, in welke straat, weg, pad of waar dan ook, dan kunt u dat mailen naar www.apenstaartje.rtvdordrecht.nl en win die prachtige VVV-bon. En dan weet ik ook eindelijk weer eens waar ik ben.